Wij openen deze dienst met een tekst uit Johannes 19, daarvan vers 30. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en hij gaf de geest. We gaan met elkaar de schrift openen, gemeente, in Romeinen 3. Romeinen 3, vers 9, tot en met hoofdstuk 4, vers 5. En daar lezen we Galaten 3, vers 10 tot en met 13. Maar nu is de Romeinen 3, vanaf vers 9 tot en met 4, vers 5. En daarna Galaten 3, vers 10 tot en met 13. We staan vanavond ook stil bij vraag en antwoord 60 en 61 van de catechismus. Maar eerst lezen we Romeinen 3. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addervergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellende is op hun wegen en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de conclusie, tot de slotsom, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Of is God alleen de God van Joden en niet ook van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader, wat het vlees betreft, verkregen heeft? Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en dat is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. In de verkondiging zal ik die tekst, die laatste tekst, ook regelmatig aanhalen. Dat zal ook wat uitgangspunt worden vanuit de catechismus. Vers 5, bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Tweede schriftlezing is Galaten
3, Galaten 3. Vers 10 tot en met 13. Galaten 3 lijkt in zijn thematiek ook wel wat op de Romeinenbrief. Het gaat ook over de wet en over de gerechtigheid van God in Christus. We lezen Galaten 3 vanaf vers 10. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk. Want de rechtvaardige die zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Tot zover lezen wij de schrift. Christus is vervloekt door zijn vader. Nou, dat is wat zeg. Zo diep gaat het dus, hè, dat de vader zijn zoon vervloekt aan het kruis houdt. We gaan met elkaar verder lezen in de catechismus. Daarvan vraag en antwoord 60 en 61. Christus wordt vervloekt om ons te rechtvaardigen, ons rechtvaardig voor God te stellen. Vraag en antwoord 60 en 61, daar luidt de vraag in 60. Hoe bent u rechtvaardig voor God? Antwoord, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Dat is het hoofdantwoord, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En dan volgt de uitleg, alzo dat... Al is het dat mij mijn consciëntie, mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, toch God, zonder enige verdienste van mijn kant, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft. En dit geldt voor mij in zover ik deze weldaad met een gelovig hart aanneemt. 61, waarom zegt u dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent? Antwoord, niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof voor God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. He. 61 benadrukt dat het is door het geloof. Het geloof is een instrument, he, om zeg maar deel te krijgen aan Christus. Een kanaal waardoor je in verbinding komt met Christus. En je komt niet in de hemel omdat je gelooft. Dat zeggen we nog wel eens. He. Omdat ik geloof is het goed. Nee, je komt in de hemel vanwege Christus. En jouw geloof verbindt je aan Christus. Dus het zit niet in de waardigheid van jouw geloof, maar het ligt alleen in Christus. Hij is de gerechtigheid van God aan ons geschonken. De rechtvaardiging van de goddelozen, dat is het thema van de preek. De rechtvaardiging van de goddelozen. Geroepen gemeente van Christus, een groot kunstenaar had eens een schilderij in gedachten. En hij wilde op dat schilderij de gemeente, de stad waarin hij woonde, schilderen. En hij stelde voor aan de gemeenteraad
dat hij een schilderij zou maken over het doorsnee-leven in de stad. En hij wilde allerlei leden van de gemeenteraad schilderen, de burgemeester natuurlijk, en nog wat belangrijke mensen. Maar om zijn schilderij van een historische betekenis te laten worden, wilde hij ook de portretten van personen op de schilderij brengen die voor die stad erg bekend waren. Zo was er ook een straatveger met wilde haren. Vaak liep hij wat vuil in vuile kleding rond, ook wat in lompen gehuld. Hij was bij iedereen in de stad bekend. Dus hij moest ook op het schilderij. En de schilder zei tot die wilde man: ik zal u goed betalen als u in mijn atelier wil komen om u op het schilderij te laten afbeelden. De straatveger kwam de volgende morgen. Maar hij werd snel teruggestuurd, want de straatveger had zijn gezicht gewassen, zijn haar netjes gekamd en zijn fatsoenlijke kleren aangetrokken. En dat was net niet de bedoeling. Hij moest komen zoals hij was, zoals de stad hem kende. De schilder wilde hem hebben als een bedelaar, als die wilde man, als straatveger en niet anders. En dit verhaal zegt ons, gemeente, dat wij niet tot God moeten komen met ons mooiste gezicht op. Want, dat zegt Romeinen 4 vers 5, God rechtvaardigt de goddeloze. Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren, goddelozen, zalig te maken. Ik moet mijzelf dus willen schikken onder die zondaren. Durven toegeven dat ik in mijzelf een wilde man ben. Onwaardig ben. Vuil ben. Dat is hoopvol. Dat is hoopvol. Want als God goddelozen rechtvaardigt, gemeente, dan kan u er ook bij. En dan kan ik er ook bij. Dan hangt de ruif ook niet te hoog, zullen we maar zeggen. De vraag is dan wel, heeft u het nodig om door God gerechtvaardigd te worden? Verlangt u naar rechtvaardiging? Wilt u rechtvaardig verschijnen voor God? Zij die het nodig hebben om gerechtvaardigd te worden, zijn zij die in zichzelf het gevoel hebben niet rechtvaardig te zijn. Ze hebben het nodig dat er iets aan hen gedaan wordt om hen voor Gods rechte stoel rechtvaardig te laten verschijnen. Maar nu is het zo, gemeente, dat vanuit onszelf er geen verlangen is om rechtvaardig voor God te verschijnen. Dat zit niet in ons, zoals we geboren worden. En ik wil een paar regels voorlezen uit het gedicht van Robert Murray McChane, dat hij dichtte. En hij schrijft daarin in de eerste plaats over zijn tijd dat hij niet geloofde. Hij schrijft: eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Zo begint McChane zijn gedicht. Hij zegt: ik vroeg niet, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat was voor McChane eerst geen vraag, maar het werd een vraag in zijn leven. En zo kan het ook bij ons zijn. Wij worden niet met die vraag geboren, hoe je rechtvaardig voor God zult verschijnen. Maar door de prediking, door Gods woord, kan het wel een vraag voor je worden. Misschien zit je hier en zeg je, nou, wat betekent dat dan, dat je gerechtvaardigd wordt? Nou, gemeente, dat betekent heel eenvoudig dat je gezien wordt als rechtvaardig, eerlijk en betrouwbaar. Dan ben je gerechtvaardigd. Als je gezien wordt als rechtvaardig, eerlijk en betrouwbaar. En je zou kunnen zeggen, er zijn twee vormen van rechtvaardigheid. Er is een algemene rechtvaardigheid,
Dat betekent dat je uiterlijk gehoorzaam bent aan de wetten in de samenleving. Het betreft de wetten van de overheid die je dan opvolgt. Nu met die maatregelen rondom de coronaproblemen. Dat we die opvolgen, volg je die maatregelen op, dan ben je rechtvaardig. Voor de overheid. Maar er is ook een christelijke rechtvaardigheid. En dat is dat je innerlijk en uiterlijk gehoorzaamt aan Gods wet. Dus niet de wet van de overheid, maar Gods wet. En dat je volkomen in overeenstemming bent met zijn wet. Zoals Leviticus 18 dat zegt. Mijn inzettingen en mijn rechten moet u houden. En de mens die dat doet, die zal daardoor leven. Die is rechtvaardig en ontvangt leven. Dat betekent, gemeente, volmaakte rechtvaardigheid, christelijke rechtvaardigheid, betekent dus dat je volmaakt, voldoet aan Gods wet. Als het dus gaat over de rechtvaardiging vanavond, moeten we dat altijd in verband brengen met Gods wet. Wie rechtvaardig is, is aan Gods wet gelijkvormig. Heeft die wet volbracht. Ja, zegt u, dat is nou toch ook wel een hele hoge eis. Het verhaal in de Bijbel is ook dat geen mens 100% rechtvaardig is. Zoals Romeinen 3 dat zegt, vers 10. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Vers 19. Er is in deze wereld niemand die God zoekt, want de hele wereld is doemwaardig voor God. Allen, vers 23, hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Misschien zegt u nou ja, ik ben niet volmaakt rechtvaardig. Akkoord, niet 100%, maar wel 80%. En ik compenseer die 20% niet rechtvaardigheid met mijn goede bedoelingen. God mag best nog wel blij met mij zijn. Deze manier van denken zit diep in ons. Dat we zeggen, nou ja, we halen het dan niet helemaal, maar we komen wel in de buurt. En verder hebben we goede bedoelingen. Wie zo denkt, gemeente, die is nog niet op de plaats waar hij zijn moet voor God. God wil dat de mens zichzelf als 100% onrechtvaardig in zichzelf gaat erkennen. Dat wij vers 10 van Romeinen 3 bijvallen. Niemand is rechtvaardig. Ik dus ook niet. Ik dus ook niet, Heere God. Calvijn zegt, de waarheid getuigt ervan dat wij allen in onszelf schuldig en verklaarde vijanden van onze God zijn. Zolang wij niet gerechtvaardigd zijn en weer in vriendschap door God aangenomen worden. Wij zijn vijanden van God, buiten Christus. En om door God gerechtvaardigd te worden, is dus eerst nodig dat we voor hem zondaar worden. Alleen zondaren, schuldenaren, die dat beseffen, worden gerechtvaardigd. Geen fatsoenlijke mensen die niet tot die erkentenis komen. Voor God, gemeente, kunnen we geen mooie smoesjes omhoog houden. Geen mooi gezicht. Geen vrome praat. Ook geen goede, oprechte bedoelingen aandragen. Wij kunnen niet onze goede werken inbrengen. Niet onze inzet inbrengen. Niet ons doen en laten inbrengen. Maar voor God kunnen we alleen maar terug naar de basis. Erkennen dat we zondaar zijn. Goddelozen. Erkennen we dat? En dat betekent dat als die goddeloze moordenaar aan het kruis hangt, als die goddeloze moordenaar aan het kruis hangt, dan is hij uit hetzelfde hout gesneden als u, jij en ik. U bent niet beter dan die moordenaar. U doet misschien wel beter, u pleegt geen moord, heel goed, maar u bent in de aard niet beter. De Joden in de gemeente van Rome denken wel dat ze beter zijn. Dat ze voorrechten hebben voor God. Want zij zijn immers met de wet groot geworden. Maar Paulus snijdt al die Joodse voorrechten weg.
En brengt de Joden in de Romeinenbrief terug naar de basis. Voor God zijn Jood en Heiden ten diepste gelijk. Want God rechtvaardigt de goddeloze. In onszelf zit dus een goddeloos beest. Dat willen we niet voor waar hebben. Dat willen we ook niet horen. Hè? Ik moet denken aan die verpleegkundige. Die kreeg iemand aan de lijn. Een dochter van een vader. Bij die vader was een test gedaan. Hij was positief getest op het coronavirus. Maar de dochter wilde er niet aan, aan die positieve test op het coronavirus. En die dochter zei tegen de verpleegkundige: kunnen we niet nog een test doen? Misschien dat die anders uitvalt. Die dochter wilde niet aan het negatieve bericht van de positieve test. Wij zijn allemaal positief getest op de zonde. Belangrijk is dus, gemeente, dat we onszelf verootmoedigen. Kleiner maken voor God betekent dat. Nederig je schuld belijden voor zijn heilige aangezicht. Hè? Zoals die tollenaar daar staat in de tempel, zijn hand op zijn borst slaat en zegt: o God, wees mij de zondaar genadig. We hebben ons dus voor God te verootmoedigen. En dat woord klinkt vandaag veel in de kerk, verootmoedigen. Hè? God spreekt door het natuurgeweld van het coronavirus. En nu is het nodig dat we onszelf verootmoedigen, zeggen we dan in de kerk. Want God spreekt nu als de ontzagwekkende, geduchte, heilige scheppergod. En als Hij spreekt, kunnen wij dan wel rechtvaardig voor Hem verschijnen. Als God vandaag naar ons toekomt door deze tekenen, kunnen wij dan wel voor Hem verschijnen. Dat vraagt van ons verootmoediging. En in onze cultuur worden ook verootmoedigingsvragen gesteld. Hè? Dan gaan mensen op zichzelf reflecteren. En vanuit hun rechtvaardigheidsgevoel stellen mensen elkaar vragen: hoe hebben we eigenlijk ook geleefd? Hè? Hebben we niet te veel een soort Babel op willen bouwen? Te veel gadgets gekregen, te veel een computerwereld, een digitale wereld georganiseerd, te veel meer en meer en meer. Dat vragen mensen zich af. Hoe zijn we met de schepping omgesprongen? Hoe gaan we met de wilde dieren om? Hoe gaan we met arme landen om, met vreemdelingen om, met vluchtelingen om? Hoe gaan we met onze welvaart om? Krijgen we nu niet het deksel op onze neus door dit virus? Vragen mensen zich in onze cultuur dan af. Maar gemeente, de christen stelt daarbij nog een vraag vanuit zijn rechtvaardigheidsgevoel. De christen stelt vanuit een christelijk rechtvaardigheidsgevoel de vraag: hebben we rechtvaardig voor God geleefd? En de christengemeente wijst vandaag niet naar anderen, naar de zogenaamde kwade machten van het moderne Babylon om zich heen. Dat is altijd makkelijk, hè, dat je naar de omgeving wijst. Maar de christen graaft in zichzelf. Heb ik rechtvaardig voor God geleefd? En als God nu verschijnt in zijn komen, ben ik dan rechtvaardig voor God? Dat zijn de vragen. En die verootmoedigen ons. En vanuit die verootmoediging klinkt dus ook die vraag in de catechismus: hoe ben je rechtvaardig voor God? Dat is dus een hele actuele vraag van vraag 60. Hoe ben je rechtvaardig voor God vandaag? Hoe? Want met al ons praten over gerechtigheid, over rechtvaardigheid, over welvaart, klimaat, schepping, onrecht, over al dat soort dingen schieten we niets op. Als we het daarbij niet hebben over de rechtvaardigheid die zo diep gaat, dat onze ziel daarop kan leunen in het oordeel van God. Pas wanneer onze ziel iets bezit, een diepere rechtvaardigheid bezit, waarmee ze onbevreesd voor Gods aangezicht kan verschijnen, pas dan mogen we weten dat we geen vage rechtvaardigheid hebben, geen horizontale gerechtigheid hebben, geen ingebeelde gerechtigheid hebben, maar dat we de ware gerechtigheid hebben gevonden.
Nou, en waaruit bestaat dan die ware gerechtigheid? Hoe ben je dan rechtvaardig voor God? Dat is de vraag in 60. En dan volgt het antwoord. Het hoofdantwoord en daarna de uitleg, zei ik al. Het hoofdantwoord allereerst is, hoe ben je rechtvaardig voor God? Hoofdantwoord, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alleen, sola, door geloof, fide, sola fide. Dat zegt de catechismus hier. En dat is voluit Bijbels antwoord. Sola fide in Christus. Door het geloof in Jezus Christus is ook een lofzang in de Romeinenbrief. In de Romeinenbrief, dat hebben we gelezen met elkaar, stelt Paulus de werken van de wet tegenover de werking van het geloof in Jezus Christus. Dat zien we ook in onze tekst, Romeinen 4, vers 5. Niet die werkt, maar die gelooft in hem. Dat wordt tegenover elkaar gesteld. Werken en geloof. Antwoord 60 zet dan ook in met dat alleen door geloof. En dat door het geloof bruist ook door het hele antwoord heen. Want het antwoord begint ermee met dat geloof, maar het eindigt er ook mee. Hè? Met dat gelovige hart dat die weldaad aanneemt. En 61 gaat er nog maar eens dunnetjes op door. Dat het gaat om het geloof waarmee die weldaden worden aangenomen. Door het geloof wordt de gerechtigheid ontvangen. Dat moet je blijven herhalen. Door het geloof in Gods belofte in Christus. Door het geloof. Dat moeten we elke dag herhalen. Daarin ligt de zekerheid. We zeggen wel vandaag, gemeente, we leven in een onzekere tijd. Maar de tijd is altijd onzeker. Alleen nu voelen we het extra. De enige zekerheid die we hebben is Christus. Alleen door het geloof in Christus hebben we iets vasts dat voor ons een steunsel is en een leunsel is voor de eeuwigheid. Om rechtvaardig voor God te verschijnen. Alleen door het geloof. Dat alleen is trouwens een woordje, gemeente. Dat alleen is trouwens een toegevoegd woordje. Dat staat zo niet in de Romeinenbrief, hè, dat alleen. Maar dat is typisch iets voor de reformatie. Hè, dat alleen stelt zich op tegen de werken van Rome. Hè, de Rooms-Katholieke Kerk van die dagen van de catechismus zegt, het is én geloof en liefdeswerken waardoor we zalig worden. En dan zegt de catechismus, nee, exclusief geloof, alleen geloof. Wij kunnen niet met onze werken, met ons doen en laten, onze rechtvaardigheid voor God verdienen. Als wij al iets goed doen, zegt Jezus, dan zijn wij dienstknechten die slechts doen wat wij schuldig zijn te doen. Als wij al iets goed doen vandaag, dan is dat iets wat God op zijn minst van ons mag verwachten. Maar daarmee kunnen we nog niet onze rechtvaardigheid voor God verdienen. Dat maakt ons klein, hè? Dat maakt ons erg klein. Alleen door het geloof. Dat zet ons volledig buitenspel als mens. Wij leveren, gemeente, dus geen enkele bijdrage aan onze rechtvaardigheid voor God. Wij moeten dus afstand doen van al onze eigen gerechtigheid, onze eigen goede bedoelingen, onze zelfhandhaving. Wij moeten onze eigen eer afleggen. Weg met alle eigendunk, met al onze eigen waardigheid, waarmee wij voor onszelf voor God overeind willen houden. Wij kunnen pas volledig op Christus vertrouwen als wij alle vertrouwen in onszelf verloren hebben. Wij zullen nooit echte troost bij Christus vinden als wij alle troost in onszelf hier op aarde verloren hebben. Augustinus zegt, wij moeten al onze eigen verdiensten vergeten en alleen de gave van Christus omhelzen. Zo worden we gered. En dat volgt ook uit de uitleg. Na het hoofdantwoord, in antwoord 60, volgt er een uitleg. En die uitleg neemt ons mee in een weg van verootmoediging.
Die uitleg begint met het geweten. Alzo dat, al is het dat mijn geweten, mijn consciëntie mij aanklaagt. Merk je dat? Dat je geweten je kan aanklagen? Dat je geweten je soms influistert? Dat doe je verkeerd. Dat doe je niet goed. Dat hoort niet. Daar hoor je niet te zijn. Jouw geweten kan in jou de interne stem van God zijn. Hoewel we als mens gevallen zijn naar de zondeval, is het geweten nog een scherf van het gevallen beeld van God dat overgebleven is. Maar, dat moeten we wel goed helder hebben, ons geweten is niet altijd direct de stem van God. Ons geweten kan troebel geworden zijn. Hè? Ons geweten wordt ook gevormd door onze opvoeding, door de omgeving waarin wij leven. En er is helaas ook vandaag veel gewetenswroeging, veel schuldgevoel, veel vermeend schuldgevoel, die niet echt schuld is. Jouw geweten klaagt jou soms meer aan dan dat je werkelijk schuldig bent. En soms klaagt jouw geweten jou niet aan, terwijl je wel schuldig bent. Ons geweten is ook weer troebel geworden vandaag. Hoe weet je dan of dat jouw geweten Gods stem is, is dan de vraag? Nou, zegt antwoord 60, door je geweten langs Gods geboden te leggen. Gods stem in jou zegt namelijk dat je gezondigd hebt tegen al de geboden van God. Tegen al de geboden, ziet u dat? Niet tegen eentje of twee geboden, maar wij hebben gezondigd tegen al de geboden van God. En hoe gezondigd? Zwaar gezondigd, zegt antwoord 60. Hoe meer je in aanraking komt met Christus' heiligheid, gemeente, en dat is de schrijver van de catechismus, hoe meer je in aanraking komt met Christus' heiligheid, hoe meer je ziet en hoe meer je merkt dat je er echt zwart op staat. Ik ben echt een zwart schaap. Het valt echt niet mee met mij. Er zitten toch wel goede bedoelingen in mij, zeg je? Ja, zegt antwoord 60, maar nog steeds zijn die ook weer tot alle boosheid geneigd. Ik ben steeds weer tot alle boosheid geneigd. En nu vandaag bijvoorbeeld, we willen een klusje doen voor een ander, dat is een goede bedoeling. En tegelijk, als we die gedaan hebben, denken we, nou, kijk mij eens, dat heb ik toch weer goed gedaan. Dat kun je soms zomaar denken. Daar voel je weer dat zwarte in je, dat hoogmoedige in je. Soms voel je verbittering in je of jaloezie in je, die jouw goede bedoelingen omringen. Er zit in ons een hang naar het kwaad. Ja, gemeente, als wij ons leven aan de norm van Gods geboden, die Christus ons leert, afmeten, dan vergaat al onze zorgeloosheid feitelijk. Dan, zegt Galaten 3 vers 10, zijn we de vloek waard. Want vervloekt is een ieder die niet blijft in de woorden van dit boek. Om dat te doen. Als wij vanavond komen voor de heilige rechter van hemel en aarde, dan kunnen we enkel buigen onder de vloek die we waard zijn. Want werkelijk waar, onze ongerechtigheden die zich nog elke dag opstapelen, die zijn een gruwel voor God. Gods straffende toorn ligt over onze ongerechtigheden. Buiten Christus ligt Gods toorn over ons. Dat klinkt somber, zegt u. Ja, maar het staat er ook uitermate somber voor met de mens buiten Christus. Dat mag ons gerust ook treurig maken. En de Bijbel zegt, laat een ieder klagen over zijn zonde. Laat een ieder treuren over zijn zonde. En te midden van die diepte, te midden van dat zwarte dal, zullen we maar zeggen, klinkt dan in de catechismus antwoord 60 de ommedraai met dat nochtans God. Maar toch God betekent dat. Nochtans God, die rijk is in barmhartigheid. En midden in antwoord 60, gemeente, staan die twee heerlijke woorden. Nochtans God. Het kan niet, maar het kan toch.
Nochtans God betekent, dat is Gods ja dwars tegen al onze nee in. Tussen mijn goddeloosheid en mijn rechtvaardiging ligt een diepe kloof, ja zeker, maar die diepe kloof wordt overbrugd door dat nochtans God. God, die anders rekent dan wij. Ons geweten is een onverbiddelijke rekenmeester. Ons geweten vertelt ons, het is te kort, het is te smal, ik deug niet, ik heb het niet, ik wil niet. Nochtans God, zonder enige verdiensten van mijn kant, staat er dan achteraan, hè? Uit enkel genade, schenkt mij en rekent mij iets toe. Die twee dingen staan er van God geschreven. Hij gaat schenken en toerekenen. Schenken is geven. God geeft. Dat is kenmerkend voor God. Hij heeft een gevend hart. Mild en overvloedig geeft God. En God rekent toe. En toerekening, gemeente. Als u een stift bij u hebt, of een pen, zou u dat woord moeten omcirkelen. Toerekening. Dat is het grote kernwoord van de rechtvaardiging. Dat is ook een kernwoord voor Paulus in de Romeinen. In Romeinen 4 klinkt dat woord toerekening 7 keer. En ook in onze tekst, vers 5, Romeinen 4, vers 5, staat: wie gelooft, wordt dat toegerekend als gerechtigheid. Door het geloof in Christus word je dus iets toegerekend. Dat is de beredenering in de Bijbel. Het toerekenen is dat iets niet op jouw rekening staat, maar het wordt wel op jouw rekening bijgeschreven. De verloren zoon bijvoorbeeld, hij is de stoute zoon. Hij heeft zijn geld doorgebracht met hoeren en zondaren. Maar dan komt hij thuis, de vader omhelst hem en die rekent hem als de lieve zoon. Hij verdient straf, maar hem wordt liefde toegerekend. Zo rekent God de rechter als vader mij toe, zegt antwoord 60. En let dan even op dat woordje mij, hè, ook in antwoord 60. Nochtans God zonder enige verdiensten van mijn kant uit louter genade mij, aan mij. Hij gaat dat aan mij schenken en toerekenen. Dat is een belofte. Moet u zich aan vastklampen, aan de kerkradio, met het internet met ons verbonden. Klampt u zich daaraan vast, aan die belofte. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat het ook voor u is. Voor mij. Fluister het bij de kerkradio. Je zou het eens hardop kunnen zeggen, hè? In de kamer of in de keuken waar je zit, met elkaar. Doe het eens. Het is voor mij. Voor mij. En wat is dan voor mij? Deze drie dingen, zegt antwoord 60. De genoegdoening van Christus, de gerechtigheid van Christus en de heiligheid van Christus. Wat is dat, zijn genoegdoening? Als we daar wat naar kijken, zijn genoegdoening, gemeente, dat is het offer wat Christus brengt, waarmee hij tegemoet komt aan de eis van God de Vader. Brandoffers voldeden niet aan zijn eis. Brandoffers konden niet genoeg doen. Stierenbloed of bokkenbloed kon de toren van de Vader niet stellen. Maar toen heeft Christus zijn leven gebracht. Toen zei ik, zie ik kom. En dat was een volkomen genoegdoening. De toren van de Vader werd gestild, omdat Jezus Christus tot een vervloekte werd gemaakt aan het kruis van Golgotha, toen hij daar hing in de donkere Godverlatenheid. Toen God zijn brandende toorn over hem uitgoot. Toen heeft Christus in die duisternis genoeg gedaan voor zijn gemeente. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Dat is lijdenstijd. De schuldeiser, de Vader, neemt genoegen met deze
Christus. En die genoegdoening wordt aan mij toegerekend. Dat betekent, gemeente, dat God mij ziet alsof ik zelf aan het kruis heb gehangen. Alsof ik zelf met mijn naakte leven het offer heb gebracht. Alsof ik zelf stierf op Golgotha. Zo ziet God de Vader mij. Alsof ik zelf genoeg gedaan heb. Dat is het eerste. Dat mij wordt toegerekend. Tweede, de gerechtigheid van Christus. Wat is dat? Dat is de gehoorzaamheid van Jezus Christus, die hij zijn leven lang heeft betracht. Dat hij zijn leven lang de volmaakte wet van God gehouden heeft. En dat Christus gehoorzaam is geweest tot het einde. En dat hij de wet van God volmaakt gehouden heeft. Dat wordt op mijn rekening bijgeschreven. Ik heb tegen al de geboden van God zwaar gezondigd, zegt antwoord 60. Maar nu staat daar tegenover dat God mij ziet alsof ik al zijn geboden gewoon gedaan heb. Omdat de gehoorzaamheid van Christus op mijn rekening wordt bijgeschreven. Dat is het tweede. En dan derde, de heiligheid van Christus wordt mij ook toegerekend. Dat is de zuiverheid waarmee hij levenslang voor zijn Vader heeft gestaan en gediend. En nog steeds nu in de eeuwigheid voor zijn Vader staat. Gemeente, gerechtigheid en heiligheid zijn niet helemaal los te koppelen van elkaar. Dat loopt een beetje door elkaar heen. God rechtvaardigt nooit een mens zonder die tegelijk ook te heiligen. Maar die zuiverheid, die gehoorzaamheid waarmee Christus voor zijn Vader heeft gestaan en staat, wordt aan mij toegerekend. En de Vader ziet mij alsof ik volkomen heilig geleefd heb en leef. Dat is wat, hè? Dat is wat. De Vader ziet mij alsof ik volkomen heilig leef. De oproep is nog wel, heilig uzelf, leef heilig voor de Heere. Maar ten diepste, gemeente, u bent geheiligd in Christus. Wanneer u dit door het geloof aanneemt en daaruit leeft. U bent heilig gerekend en gezien. Door tussenkomst, gemeente, van deze drie dingen, genoegdoening, gerechtigheid, heiligheid, die aan mij worden toegerekend, krijg ik dus deel aan de zaligheid. En begrijpen we dan nu het hoofdantwoord op zijn diepst? Hè? Hoe word ik rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Omdat in Jezus Christus al de schatten liggen die ik nodig heb. Zo wonderlijk, hè? Dat God mij zo rekent en zo ziet. De verwondering daarover moeten we ook niet kwijtraken, hè? Er zijn mensen in de kerk die hebben van deze boodschap meer dan genoeg. Die vinden dit een uitgekoude boodschap. Maar ik krijg er persoonlijk geen genoeg van, gemeente. Van die genoegdoening van Christus. En u? Dat je alles in hem ontvangen hebt. Zo wonderlijk. Dat je rechtvaardig bent, heilig bent, genoeg bent, goedgekeurd wordt door God. Op het moment, gemeente, dat die moordenaar, hè, daar hangt aan het kruis. En hij die vergeving van Jezus ontvangt, heden met mij in het paradijs. Dan is God zijn moord vergeten. Die heeft hij weggeworpen in de zee van de eeuwige vergetelheid. En dan ziet God die moordenaar als een volmaakt, heilig en rechtvaardig mens. Dat is dus een geschonken rechtvaardigheid die moordenaar krijgt. Een toegerekende gerechtigheid noemen we dat. En zo ontvangt Gods kind dat ook vandaag. Hoe zwart je geschiedenis ook is. Hoeveel zonde je ook hebt begaan. Hoe duister het ook ligt in je hart. Het wordt je een toegerekende gerechtigheid vanavond voorgehouden in de Heere Jezus Christus. Die tollenaar. Tal van mensen opgelicht. Stond in de tempel, o God, wees mij de zondaar genadig. Wat staat er dan van die man?
En deze ging, gerechtvaardigd, terug naar zijn huis. Alsof hij nooit een cent te veel gevraagd had. Zo zag God hem. Zo is het voor een ieder die gelooft. Door het geloof word je gered. Niet omdat je gelooft. Omdat God zag in de eeuwigheid dat jij ging geloven, heeft hij jou gered. Maar door het geloof. Hè, dat zegt antwoord 61, zo kras, zo vast besloten. Niet vanwege de waardigheid van mijn geloof, maar door het geloof in Christus. Het is alleen dat we met Christus gerechtigheid, met Christus heiligheid, met Christus genoegdoening kunnen bestaan voor God. Als je gelooft in Jezus, ben je dus rechtvaardig verklaard. Wie het gelooft, die heeft het, zegt Luther. En straks, als je sterft, dan komt Christus je tegemoet. Of als hij komt op de wolken, misschien is dat wel eerder, voordat je sterft. Als Christus komt, dan zul je het uit zijn mond horen. Goede, getrouwe dienstknecht, ga in mijn koninkrijk. En je zult bekleed worden met de eeuwige klederen van de gerechtigheid. Ja, voor je beleving ben je geen goede en getrouwe dienstknecht geweest. Het was hier te kort, daar te zwart, daar te smal. Maar in Gods ogen ziet hij je wel zo in Christus. Wonderlijke genade van God. En hij zegt, goede en getrouwe dienstknecht. En als hij het zegt, gemeente, zullen we dan nog tegen sputteren? Laat hem het maar zeggen. Er is het bekende verhaal, het bekende voorbeeld van Joost. Joost, die ging elke avond, voordat hij ging slapen, op zijn knieën. En elke avond ontdekte Joost weer dat hij gezondigd had. En dat hij die dag weer verloren had van zijn zonde. En daarom zette Joost elke avond achter de belijdeniskaart die bij hem aan de muur hangt in zijn slaapkamer. Hij zette achter die belijdeniskaart een rood potloodstreepje. En elke avond als Joost weer de rekening opmaakte van zijn leven, zette hij er een streepje bij. Tot zijn moeder de kamer schoonmaakte. En ook de schilderijtjes van de muur haalde. De belijdeniskaart van Joost. En toen zag ze al die streepjes op de muur. Waar is dat goed voor? Vroeg zijn moeder. Nou, zei Joost, dat zijn al mijn nederlagen. Al mijn zonden voor God. Elke dag opnieuw. Ik durf niet te geloven dat mijn zonden vergeven zijn. Toen zijn moeder dat hoorde, kreeg ze een idee. En bij een volgende grote schoonmaak haalde moeder de belijdeniskaart weer van de muur. Ze liet al die streepjes staan. En toen pakte ze een stift, een grote rode viltstift. En door dat potlood heen schreef ze: nochtans. En die avond maakte Joost weer de rekening op van zijn leven. Om te danken voor de dag. Te knielen. Zijn zonde aan God te belijden en te bidden voor de nacht. En hij wilde weer een streepje gaan zetten. Achter zijn belijdeniskaart. En toen Joost die avond zijn kaart weghaalde, zag hij daar staan: nochtans, in grote rode letters, zo rood als het bloed van het lam. En toen werd Joost getroost. Toch gered, nochtans, door Jezus Christus alleen. En dit voorbeeld, gemeente, van Joost laat zien dat de zonde elke dag weer onze ziel probeert te bestormen. Maar telkens weer worden we bevrijd door opnieuw te zien op Christus' heerlijkheid. Nochtans zien wij Jezus
En wij kregen er geen genoeg van dat hij genoegdoening heeft gedaan. Ja, iedere zonde maakt ons weer zo machteloos. Het kan ons soms zo moedeloos maken. Iedere zonde die je ervaart kan je doen inzinken. Kan je soms ook het gevoel weer geven dat je uit Gods genade valt, omdat je tekortschiet. Iedere zonde kan je weer doen huiveren en laten denken, het zal toch niet misgaan met mij? Ik ellendig mens. Maar gemeente, iedere ontmoeting met Christus, met dat nochtans God, geeft ons weer nieuwe vrede, nieuw geluk, nieuwe troost, nieuwe rechtvaardiging. En dan mag je toch weten, rechtvaardig voor God te zijn. En dan ga jij in je beleving heen en weer, dan heb je het weer niet. Al ga jij in je beleving heen en weer, je mag één ding weten. God ziet jou als een rechtvaardige in Christus. In jezelf een zondaar, maar voor God een rechtvaardige. De christengemeente is dus zondaar en rechtvaardige tegelijk. En dit geldt, gemeente, voor zover we dit, einde antwoord 60, met een gelovig hart ontvangen. Omhelzen. Leg je hand op dit woord en zeg er amen op. Amen op zeggen. Ik sluit af met dat gedicht van Robert Murray McChane. Ik begon er zojuist mee in de preek. Toen las ik de eerste 4 regels. Die lees ik nu nog een keer. Maar ik lees ook verder. En dan zien we waar hij in zijn zoektocht uitkomt. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Al sprak daar een stem uit de heilige blaan van het lam met de zonde der wereld belaan. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Ik stond blind en van ver in mijzelf zo rijk. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer, maar dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vreugde en mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu overwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegekroon af. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis, naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij, zal mijn zwanenzang zijn. Amen.